met deze nieuwe extra video. Vandaag weer een video in samenwerking met Ethos, zoals ik één keer in de maand elke maand doe. Vandaag ga ik jullie een makkelijke, snelle, full glam, betaalbare kerstlook laten zien. Dus het is en makkelijker dan normaal, het is sneller dan normaal, maar het is alsnog wel full glam. En het belangrijkste van alles is dat alles betaalbaar is. Omdat het dus in samenwerking is met Ethos, is dit ook allemaal te koop bij de Ethos. Dus ja, voor iedereen die naar een kerstfeest gaat of überhaupt iets gaat doen met kerst en er gewoon leuk uit wil zien, maar toch wel een beetje extra, voor jullie is deze video echt ideaal. Ik ga het ook proberen een beetje kort te houden, zodat de video niet te lang wordt. En ja, laten we gewoon maar snel gaan beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Nou, ik ben van plan om vandaag qua basis te gaan voor mat. Dus ik ga mijn gezicht primen met de Essence Mattifying Pore Primer. Dat is deze primer. Het is een soort klei primer en hij is ook grijs. Kijk, als je hem aanbrengt is hij gewoon oprecht grijs. Maar als je hem gewoon insmeert en blijft smeren, dan gaat dat weg en dan is het straks gewoon geen kleur meer. Nou, we gaan vandaag wel voor full glam en zo smooth als kan. Dus ik ga voor een volledig dekkende matte foundation. En dat is de Maybelline Superstay Foundation in de kleur 40 Fun. En ik breng hem aan met mijn Queen Tarsi Spons. Dit is echt een van mijn fijnste betaalbare foundations die ook echt volledig dekkend zijn. Dus ik vind deze echt geweldig. En deze breng ik gewoon zo aan, ook hier tot aan mijn nek. En gewoon over het hele gezicht. Het is echt heel belangrijk dat je het hier bij je kaak uitblendt tot aan je nek. Anders ga je echt dat masker effect krijgen. Echt zo'n lijn hier zo bij je kaak. En dat is gewoon echt niet mooi. Als concealer gebruik ik mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 020 Light Beige. Als je mij al een tijdje volgt, weet je dat ik deze concealer heel fijn vind. Hij is heel betaalbaar en hij is echt volledig dekkend. Dus al je wallen worden helemaal bedekt. En dat is wel waar ik vandaag voor ga. Want we gaan lekker voor full glam. En ik heb hem in een lichte kleur, want dat vind ik gewoon lekker mooi. Ook een streep op mijn neus voor het contouren zometeen. En dan blend ik de concealer weer uit met het puntje van mijn spons. By the way, mijn spons en mijn kwasten zijn niet allemaal per se te koop bij de Ethos. Het gaat vandaag echt alleen over de make-up. Dan onze contouren. Echt een van mijn allerfijnste contourpoeders. Ik heb hem nou echt al zo vaak gebruikt. Dat is de Ethos contourpoeder. Deze is echt zo geweldig. Oh mijn god. Ik heb hem in de kleur light medium. Je had hem in twee kleuren volgens mij. En dit was dus de lichte. En je had volgens mij ook nog medium dark. En deze is echt perfect. Hij heeft echt zo'n grijze ondertoon. Ik vind deze echt zo fijn om mijn neus en mijn gezicht mee te contouren. Ik gebruik hem echt al heel vaak. Dat kun je ook al wel zien als je mij ook volgt op Instagram. Want ik zet daar altijd bij elke foto neer wat ik heb gebruikt. En je kunt echt heel vaak zien dat ik deze heb gebruikt. Hij is gewoon echt super fijn. Ik doe ook altijd zo een streep hier zo bij het puntje van mijn neus. Want dan is het straks alsof mijn neus zo'n beetje omhoog gaat. En dat vind ik wel mooi. En ik contour ook altijd hier bij mijn jukbeenderen. En ik trek het ook altijd omlaag naar hier zo bij mijn kaaklijn. Om die onderkin een beetje te verbergen. En dan met een schone kwast doe ik mijn neuscontour uitblenden. Ik ga er gewoon zo overheen. Oké, om te baken gebruik ik mijn Revolution Lace losse poeder. Deze is echt super fijn, mensen. Hij maakt het ook iets lichter onder mijn ogen. Ik vind hem echt super fijn en hij is weer heel betaalbaar. Deze is volgens mij niet te koop bij elke Ethos. En ik druk het gewoon zo onder mijn ogen in. En ik doe best wel veel, want het is baken en ja, baken houdt in dat je dus veel poeder aanbrengt. Ik heb echt al lang niet meer zo'n cliché make-up tutorial gedaan op mijn kanaal. Doe vooral even een duimpje omhoog als je meer van dit soort video's wilt zien. En ook hier. Ik doe dit gewoon overal waar ik ook concealer heb aangebracht. Als je nou een vettige huid hebt, doe dit dan overal. Dus bake echt op deze plek. En dan wat er nog een beetje op de spons zit, kun je ook zo over de rest van je gezicht. Ik heb niet per se een vettige huid, dus daarom sla ik dat altijd over. Ook omdat ik dus geen vettige huid heb, haal ik de bake er altijd weer gelijk vanaf. Als je dus een vettige huid hebt, laat het dan wel gewoon even zitten. Ik doe dat niet, want ik heb gewoon gemerkt dat als ik dat doe, het gewoon te droog wordt op mijn gezicht. En dat wil ik niet, obvious. Nou, als je nog een beetje extra wilt zijn, zoals ik altijd ben, dan pak ik deze Essence poeder. Hij is wel kapot, dit hoort erop. Dit is de Essence Brighten Up Banana poeder. Ook weer gewoon met mijn spons pak ik die een beetje. En die druk ik dan ook in, alleen onder mijn ogen, om het nog extra licht te maken. Zie je dat? Dit zorgt ervoor dat het nog extra licht wordt daar. Ja, ik vind dat gewoon echt mooi, mensen. En ik ga ook een beetje mee op mijn neus. En dan ook over mijn neus een klein beetje met wat er nog op de spons zit. Om mijn contour beter te laten inblenden met mijn huid. En op mijn neus haal ik het er altijd zo van af. En dan hier
doe ik het er ook zo een beetje afvegen. Wel een beetje rustig, want anders veeg je gewoon alles eraf. En dan ja, heb je het voor niks gedaan. Oké, hierna doe ik altijd een beetje fixing spray alvast op mijn gezicht. Omdat er toch best wel veel poeder nou op mijn gezicht zit. En ik het een beetje wil laten inblenden mooi met elkaar. En omdat ik nooit geduld heb om te wachten totdat het droog is, doe ik het altijd zo indrukken met mijn spons. Als je dus veel setting spray sprayt of fixing spray, dat zorgt ervoor dat je gezicht niet zo poederig en cakey wordt. Oké, dan gaan we nou beginnen met de ogen. Ik heb een van mijn favoriete Ethos oogschaduwpaletjes. Ik heb deze ook getest in een vorige Ethos video. En in die video kon je al zien hoe blij ik was met dit paletje. Dat is dus dit paletje van de Ethos. Dit is de Eyeshadow Palette Warm Sunset. Mensen, dit paletje is 6 of 5 euro. Ik denk 6 euro. Hij is absurd goed. Hij is goed gepigmenteerd. Hij blendt goed. De kleuren zijn mooi. Deze is gewoon geweldig. Dus we gaan hiermee een makkelijke glam oogschaduw look maken. Dus geen cut crease, geen 8 kleuren op mijn gezicht. We houden het gewoon super simpel vandaag. Oké, wat ik eerst ga doen, ik pak deze beetje burgundy matte kleur. De enige matte kleuren zijn de onderste drie en de rest zijn allemaal glans. En ik pak een klein beetje, echt maar een klein beetje, want deze zijn zo gepigmenteerd. Oh my god, er komt echt al gelijk super veel kleur vanaf. En ik heb echt maar een heel klein beetje gepakt. Deze gaan we vooral in de buitenste ooghoek doen. En die gaan we hier mooi blenden. En we trekken het ook een beetje naar het midden toe. Ik maak vandaag echt een smoky cat eye look. Dat lijkt mij wel mooi. En ik blijf dit gewoon blenden totdat hij niet meer zo hard is. En ik blend het echt in een soort van driehoekje in een punt naar buiten toe. En omhoog zo weer. En dan wat er nog op mijn kwast zit, daarmee trek ik het gewoon nog een beetje naar binnen. We gaan uiteindelijk wel gewoon helemaal naar binnen toe. En ik heb nog steeds niks meer gepakt van het paletje. Dit is nog steeds gewoon van de allereerste dip. Kijk, ik trek het best wel ver naar buiten. Echt bijna tot aan het einde van mijn wenkbrauw. Ja, niet bijna. Gewoon tot aan het einde van mijn wenkbrauw. En dit doe ik dan ook weer bij dit oog. Ik heb weer niet te veel gepakt. En ik begin weer in de buitenste ooghoek. En ik ga het gewoon hier erin draaien, zeg maar. Ik maak van die ronde bewegingen. Ik ga nog niet te ver naar buiten. Dat doe ik pas als dit een beetje is uitgelend. En dan trek ik het door zo in een driehoekje in een punt naar buiten. Dan pak ik deze lichtste glanzende kleur in het paletje. En met een klein penseelkwastje breng ik dit onder mijn wenkbrauwen aan om ze een beetje te liften. Dat is altijd heel erg mooi. Dit kun je ook doen met een matte kleur, maar ik vind een glanzende kleur toch altijd beter. En er is sowieso geen lichte matte kleur in dit paletje. Dan pak ik een iets kleinere fluffy kwast. En dan pak ik deze donkerste kleur, dus een hele donkerbruine. En ik pak echt maar een heel klein beetje. En dan ga ik de buitenste ooghoeken een beetje donkerder maken. Echt maar een heel klein beetje, mensen. Ik wil echt niet dat het te veel gaat worden. En ik adviseer altijd om vooral met donkere kleuren met een beetje te beginnen. Want je kunt altijd meer aanbrengen. Want als je eenmaal te veel aanbrengt, is de weg terug gewoon bijna onmogelijk. Dus beter beginnen met weinig en dan gewoon opbouwen. Kijk, dit heeft het toch iets donkerder gemaakt. Iets meer smoky. Ik vind dat wel mooi. Dan ga ik dit ook bij dit oog doen. Heeft by the way iemand behoefte aan een hele video over hoe je oogschaduw moet blenden en moet aanbrengen? Ik heb nog nooit zo'n video gemaakt, maar ik wil het best wel doen. Omdat in mijn normale video's, ik spoel altijd best wel veel door als ik oogschaduw aanbreng. Omdat het anders gewoon ja, allemaal veel te lang duurt. Dus ja, als iemand behoefte heeft aan een video over hoe je oogschaduw moet aanbrengen en blenden en al die dingen. Laat het me vooral even weten, want ik zal met plezier zo'n video willen maken voor jullie. Tenminste als er behoefte aan is, anders niet natuurlijk. En dan pak ik deze prachtige gouden kleur met de platte synthetische kwast. Ik heb mijn kwast al nat gemaakt met fixing spray. En dit breng ik dan op mijn hele ooglid aan. Oh my god, kijk even hoe mooi dit is. Echt, dit paletje is echt geweldig. Echt, ik kan het gewoon niet vaak genoeg zeggen. Kijk hoe mooi dit is. Als je nou echt heel heftig wilt, kun je altijd een cut crease maken. Maar ja, zoals ik al zei, ik wil het vandaag makkelijk en snel houden. En een cut crease kost toch enigszins meer tijd. En alle mensen met hooded eyes, net als hoe ik heb, breng het iets hoger aan. Zodat je het nog wel kunt zien als je je ogen open hebt. En dan pak ik weer die matte, donkerste bruine kleur. En daarmee ga ik het hier in de buitenste hoek weer een beetje uitblenden met die gouden kleur. Dan pak ik weer die allereerste matte kleur die ik had gebruikt met een klein mini penseelkwastje. Ga ik die aanbrengen over een hele onderste wimperrand. Echt van buiten tot aan binnen. Gewoon helemaal. En dan pak ik ook weer die donkerste bruine matte kleur. Pak ik ook weer een heel klein beetje. En die ga ik ook aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Maar ik blijf nou iets dichter bij de echte
wimperrand. Oh, dit paletje is zo mooi. Kijk deze ooglook. De ooglook die ik had gemaakt in die andere video was ook echt super anders. Dus ik heb nou echt al twee ooglooks meegemaakt die echt niet eens op elkaar lijken. Met één klein paletje van 5, 6 euro van Ethos. Echt geweldig deze. Dan pak ik deze Maybelline eyeliner. De Hyper Precise All Day eyeliner. Is gewoon een eyeliner pen. En ik ga zo een wing maken. Want dat vind ik wel mooi met deze look staan. Voor mascara gebruik ik deze mascara van Essence. Echt, Essence heeft de beste mascara. Ik denk dat we dat nou allemaal wel weten. En dan ga ik heel even snel wat nep wimpers opdoen. Dit hoef je niet te doen. Ik doe dit wel altijd omdat ik daar gewoon van hou. Ben ik zo bij jullie terug. Nou, wimpers zitten erop. Deze zijn gewoon van AliExpress. Dan pak ik weer deze lichte glanzende kleur die ik ook onder mijn wenkbrauw had gedaan. En die ga ik nou ook hier aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. Dat doe ik ook echt altijd, want ik vind dat gewoon echt heel erg mooi. Oh, ik heb by the way ook een bruin oogpotloodje in mijn waterlijn gedaan. Je kunt ook een zwart doen. Als je het echt meer smoky wilt, kun je ook een zwarte kleur in je waterlijn doen. Om mijn gezicht te bronzen, een vrij nieuw merk bij de Ethos, LOV. Ik heb het al wel eens gehad over deze bronzer van hun. De LOV Love Sun Blurring Bronzing Powder. Ik heb hem in de kleur 020 Seductive Bronze. Deze is 10 euro, maar hij is echt geweldig. 10 euro is niet heel betaalbaar, ook niet heel duur. Het is een beetje, LOV is ook niet echt heel goedkoop. Het is een beetje richting de Maybelline prijzen. Maar ik vind het wel echt een hele fijne matte ook bronzer. Je hebt hem in volgens mij 3 kleuren, maar dat weet ik even niet zeker. Ik weet wel dat er meerdere kleuren waren. En deze 020 is echt geweldig voor mijn huid. Ik vind hem echt heel mooi. En ik doe weer lekker overdreven veel, want zo ben ik. Voor blush gebruik ik deze van de Ethos in de kleur Sun Loving Sand. Dit is een matte, iets donkerdere blush. Ik heb deze ook al wel vaker gebruikt in video's. En ik vind deze super mooi. Dit is echt een hele mooie blush van de Ethos. En hij is geschikt voor heel veel huidskleur. Ook al wat donkerdere huidskleur is deze ook heel mooi. Het is gewoon een hele, ja, een hele fijne blush gewoon. De kleur is ook echt gewoon perfect. Niet te veel en niet te weinig. I love it. Dan pak ik weer een beetje van die losse poeder van Revolution. En die breng ik hier aan bij mijn kaak om de contour mooi strak te maken. Dat is altijd echt, je ziet echt heel veel verschil als je dit doet. En dit haal ik er ook weer meteen af. Dit mag je gewoon altijd er meteen afhalen. Ook gewoon als je een vettige huid hebt, dit mag je gewoon altijd vanaf. Want dit heeft verder niks te maken met je huid. Dit is puur om de contour wat strakker te maken, zoals je kunt zien. Nou, qua highlighter wil ik ook wat heftiger gaan, omdat dit toch wel een face look is. Dit is echt de mooiste highlighter van Essence, de Baked Highlighter. Deze, echt mensen, love it. Ik hou niet van metallic lippen, maar metallic highlighters en metallic oogschaduw, echt mensen, geweldig. Het is wel echt heel heftig als je daar niet zo van houdt. Ja, dan zou ik deze toch maar niet aanschaffen. Maar als je daar wel van houdt en hij is super betaalbaar, dan raad ik hem zeker aan. Dit is echt de beste. Tenminste, ik ga ervan uit dat hij nog te koop is. Want Essence verandert best wel vaak van assortiment. Dus ik hoop dat hij er nog wel is, want hij is echt geweldig. En wat ik ook nog vaak doe, is de highlighter ook hier in mijn binnenste ooghoeken. Om het toch wat heftiger te maken, want vaak is oogschaduw alleen voor mijn doen niet heftig genoeg. En als ik echt zin heb, dan doe ik het ook nog hier onder mijn wenkbrauwen erbij. Gewoon om een beetje extra glowy te zijn. Ethos heeft ook een december collectie met 4 lipsticks. Ik moet ze wel zo laten zien, ze zijn super mooi. Ik heb die hele collectie al getest in een video. Ik zal hem even hierboven linken als je die nog niet hebt gezien. Het zijn echt prachtige kleuren. En een van die kleuren heet Jingle Bells. Deze is echt prachtig. Dit is een soort van een iets donkerdere rood. En die ga ik even aanbrengen. En dan nog een beetje setting spray en dan is de look af. Nou mensen, dit was dan de make-up look. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het is wel echt full glam. Maar het is niet super ingewikkeld. In principe kun je dit wel namaken. Dit is geen cut, crease, moeilijke 8 kleuren op mijn ogen make-up look. Ik kan deze look maken in een half uur. Dat is vrij snel voor een zo full glam. Je kunt hier en daar dingen veranderen als je het toch te veel vindt of te ingewikkeld. Als je nog meer kerstlooks wilt zien die misschien wat heftiger zijn, volg me dan vooral ook op Instagram. Dat is gewoon Sarah Marie. Daar komen ook echt hele kunstwerken. Echt allemaal van die sneeuwvlokjes op mijn ogen heb ik gemaakt. En van dat soort dingen. Dus het is wel leuk om me daar misschien ook te volgen. En ja, dit was het dan. Ik vind mijn haar ook echt heel leuk zo. Vergeet ook vooral niet mijn video te liken als je hem leuk vond. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En zoals ik altijd doe aan het einde van mijn video's, is 2 video's hier neerzetten die je ook kunt gaan kijken. En mijn hoofd om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!